Hey, welkom bij de 11e aflevering van Corso Rona. Kijk ons lustig op aflevering nog even terug van afgelopen dinsdag. Het was echt super leuk. En ook als je niet of geen zin hebt om een editor in te huren en een filmpje van 5 minuten te maken, zijn wij heel erg nieuwsgierig naar jouw filmpje van een challenge. Dus stuur die vooral nog even in. Veel plezier. Let's get ready to rumble! De eerste oefening van vandaag gaat eigenlijk door op de oefening van de afgelopen keer. De uitvalspas met sprong. Maar nu gaan we de sprong wat moeilijker maken. Je gaat weer in de houding staan. Maar terwijl je springt, schop je nu je benen naar voren en naar achteruit. Zo ver als je kan. En dan kom je weer neer als het goed is. Misschien, ik hoop dat het er een beetje zo uit zou moeten zien. Hoeja! Hoeja! Hoewa! Hoeja! Voor de tweede oefening gaan we een beetje aan coördinatie doen. Zet 4 iconische halve liters achter je neer. Ga ervoor liggen en probeer ze te pakken met je voeten en voor je neer te zetten met je voeten. Zoiets, succes! Dit is mijn kleur.